Hallo, misschien woon jij wel in een polder. Dan woon je waarschijnlijk onder de zeespiegel. In deze aflevering dalen we helemaal af onder de zeespiegel. We gaan namelijk naar de Dode Zee. De Dode Zee is het laagste plekje op aarde. En in de Bijbel wordt ook geschreven over de Dode Zee. Dan wordt geschreven over de Zoutzee, Zee van de Vlakte of Zee van het Oosten. Ik sta hier op een parkeerplaats langs de snelweg van Jeruzalem naar de Dode Zee. Achter mij zie je die blauwe lijn. Dat is de hoogte van de zeespiegel. En hier vandaan moeten we nog zo'n 430 meter dalen voordat we bij de Dode Zee zijn. Kom, we gaan de Dode Zee verkennen en we gaan ontdekken of je er ook echt in kunt drijven. Zo, ik ben aanbeland bij de Dode Zee. Wat een fascinerend en ruig gebied, hè? De Dode Zee is zo'n 50 kilometer lang, maximaal zo'n 15 kilometer breed en is op sommige plaatsen wel 300 meter diep. De bergen aan beide kanten van de Dode Zee zijn ruig en hoog. Het gebergte aan de overkant ligt in Jordanië. Dat was vroeger het land Moab, waar bijvoorbeeld Rut vandaan kwam. De Dode Zee wordt gevoed door riviertjes en bronnen, maar het meeste water komt vanuit de rivier de Jordaan. De Dode Zee is een erg bijzondere zee. Het is niet alleen de laagst gelegen zee op aarde, maar het is een van de weinige zeeën of meren waar geen vissen of andere dieren in leven. Er zijn enkele bacteriën, maar dat is het dan ook. Vandaar de naam Dode Zee. Dat er geen vissen leven in de Dode Zee komt omdat het water ontzettend zout is. Het zoutpercentage van dit water is zo'n 30%. Ik heb hier een bekertje water uit de Dode Zee. Als we dat water zouden laten verdampen, blijft 1/3 deel zout achter. Ontzettend veel. Door dat hele hoge zoutpercentage kun je dus zelfs drijven in de Dode Zee. Nou, dat zwemmen in de Dode Zee is een unieke en leuke ervaring. Je moet wel oppassen, want één druppel water in je oog doet al enorm zeer. En neem geen enkel slokje water, want ons lichaam kan niet tegen die zouten en mineralen, dus dat zou gevaarlijk zijn. Er staat ons nog iets leuks te wachten. Blijf ik drijven in de Dode Zee. Wij gaan het ontdekken. Weet je dat in Israël veel mensen zich zorgen maken om de Dode Zee? Ik vertelde je al dat onder andere de Jordaan water brengt naar de Dode Zee. Nou, dat Jordaanwater wordt ook veel gebruikt voor de landbouw, dus de toevoer van het water is heel beperkt. Daardoor zakt het waterpeil. En vergeet niet dat het hier bijna altijd zonnig weer is, dus het water verdampt en ook dat helpt niet mee. Sinds 1960 is de oppervlakte van de Dode Zee al zo'n 1/3 kleiner geworden. Hier kun je dat ook heel goed zien. Dit is een trappetje uit 1984 waarmee mensen zo de Dode Zee inliepen. Nou, hier is geen kust van de Dode Zee te bekennen, die is honderden meters verderop. Het is op veel plaatsen trouwens niet toegestaan om zomaar zelf naar de Dode Zee toe te lopen. Want de bodem kan ineens naar beneden zakken. Dat zijn zinkgaten. Je snapt het wel, dat is levensgevaarlijk. Wat zou jij ervan vinden als iemand met een hengel aan de oever van de Dode Zee zou staan? Er zwemt geen vis, dus die moet wel heel wat geduld hebben. De Dode Zee lijkt wel wat op jou en mijn hart als we God niet kennen. Het ziet er van de buitenkant misschien mooi uit. De zee is blauw, glimt in de zon, maar er zit geen leven in. En zo is het ook met ons hart.
En als je bedenkt dat hier in de buurt de steden Sodom en Gomorra lagen, dan snap je de vergelijking misschien nog wel beter. Vergeet dit niet, zelfs de Dode Zee zal tot leven komen. Ik ben hier nu in Ain HaTzukim, een park aan de oever van de Dode Zee. En hier zijn enkele zoetwaterbronnen. En kijk wat dat zoete water met de omgeving doet. Planten groeien en in het water leven zelfs visjes. De Dode Zee komt als het ware tot leven. En datzelfde kan gebeuren met jou en mijn hart als de Heilige Geest in ons leven werkt. De profeet Ezechiël gebruikt dit beeld ook als hij profeteert dat er vanuit Jeruzalem een stroom van water naar de Dode Zee zal gaan. En de Dode Zee zal tot leven komen. Er zullen vissen zwemmen. En er zullen vissen staan op de oevers van de Dode Zee. Wat een mooi beeld, hè? Heeft het frisse, gezonde water van Gods geest jouw hart al veranderd? Leuk dat je keek naar deze aflevering. Wil je meer weten over Israël? Bekijk dan onze andere video's. En abonneer je eventjes op het YouTube-kanaal. Heb je genoten van de video's? Overweeg dan eens om een donatie te doen via onze website www.deverkenners.info. Met jouw hulp kunnen we het project voortzetten.